Kijk, en als we hier kijken, hebben we dus drie mannen die alles wonnen. Daar zit bij Berjan Krop, daar zit Davy van der Kemp bij. Maar daar zit ook Jesper Grop bij. En die laatste noemde, die heeft wel een hoekproeven staat nu hoor. Jesper Grop in het achterveld. Won drie marges, zit er helaas niet bij met die start. Maar wat kan hij goed maken? Wat kan hij nog goed maken hier op de baan in Haaksbergen vandaag? 2.38, Berjan Tromp, dat is de koploper. Dan zit erbij voor Twente Ros Hengelo, niemand minder dan Ronald Maring. Was een keer twee, won twee marges. En op drie, de nummer 18, Luc Bolster, een van de mannen die komt dan vandaag op een tweede positie. Zit nu op drie, 2.38, Berjan Tromp. Hij wordt de winnaar hier bij de jongens van 10 jaar.